Hallo iedereen, mijn naam is De Crest en welkom op een nieuwe aflevering van Ring of Elysium. Ring of Elysium heeft een update gekregen en laten we eens zien met deze gameplay wat deze veranderingen zijn. Zonder enige verdere omleiding, laten we starten. Oké, hier starten we weer met een nieuwe game. Laten we eens zien waar wij gaan uitspringen. Ik stel voor, terug in Turing City. Daar heb ik redelijk wat goede ervaringen mee. Anderzijds, het spel heeft een grote update gekregen. Je kan Engels sowieso al van in het begin installeren, wat heel gemakkelijk is. Maar de geluiden zijn ook volledig veranderd. Het is heel moeilijk om nog iemand te kunnen horen tegenover vroeger. Ja, vroeger was het precies of een gans leger passeerde. Als je alleen passeerde. Dus het is een goede verbetering, maar je moet je oren goed trainen nu. Dan zullen we eens zien of we dat kunnen doen. Oké, we hebben alleszins 1 iemand, 2. Oké, we zijn met 3 anderen naar Turing City. Ik stel voor dat ik de achterkant hier ga pakken. Aan het zuiden. Ik wacht goede ervaringen mee. Direct geschoten hier in de buurt. Een populaire plaats om te landen heb ik al gemerkt. Op zich niet slecht is, maar toch wat oppassen natuurlijk. Al beter. Toch al ietsje beter bulletproof. Oké. De geluiden zijn dus wel al volledig aangepast. Het is een verbetering tegenover vroeger, maar het is niet zo gemakkelijk om mensen te herkennen als ze passeren. Wat dus wel een serieus nadeel is. Ik wil nog wat betere scope zien te vinden, op een of andere manier.
Kijk, ik heb dus al de suppressor, dat is goed. Dat wapen misschien pakken. Ik zie daar nog een medkit liggen. Nog één. Het bakpak is al vol. Weg, je mag ook weg en ook allemaal. Ja. Nog een grotere rugzak kunnen gebruiken eigenlijk. Kijk, ik moet dus die kant uitgaan. Tweemaal scope. Super. Ja, dat is goed. Oké. Meer kan ik niet meepakken. Ik vermoed dat hier wel al mensen geweest zijn. Er is veel te weinig loot. Oké, in Turing City wordt nu wel veel geschoten, dus ik ga even rondom cirkelen. Ik kan het niet meer pakken.
was het er niet op. Oké, ik zou wel nog een betere rugzak kunnen gebruiken. Kan ik er wat meer kogels mee pakken? Aha! Mag ik die kogels nog halen? Oké, de cirkel komt al af, maar dat is op zich niet zo erg. Oké, waar lagen die kogels? Beneden waarschijnlijk. Oké, nu ga ik wel doorgaan. Dus ik al lang in de zone, hè. Ik moet nog verder gaan, dus... Ik zou met de wagen kunnen gaan, maar... Lijkt me niet zo'n goed idee. Ik heb een beetje last van lijk. Geen probleem. Oké, 30 seconden. Dus we moeten verder. Oké, nog een bandage pakken en dan zijn we weg. Ik heb genoeg heals, dus dat is normaal gezien geen probleem. Oké, er staat een auto waar normaal gezien geen auto zou mogen staan, denk ik. Misschien op de kaart wat dat er daar nog is. Ik zou rechtstreeks aan die touw moeten binnenwandelen, denk ik. Dat is minder. Dus zal ik via het water gaan. Mag ik nog een kans, denk ik. Oké, doorlopen, jong. Doorlopen. Ik heb die wel achter, ja. Dat zal beter zijn. Ligt gewoon een boot. Huh. Oh, dorie.
geen andere keus. Even erop omgaan. Is nog niet zo'n erg. Oké, dit is minder. Ik zit weer met lag. Dat wil zeggen dat ik in het spel gewoon blijf stilstaan soms. Dan kan ik makkelijk worden afgeknald natuurlijk. Ik kan misschien beter ineens met een boot gaan. Ik heb nooit een boot bestuurd in dit spel, maar het is alleszins toch niet zo gemakkelijk als ik dacht. Het is wel nog wat verder precies. De sniper. Ik ga ineens dat torp ingaan. Een beetje proberen zigzaggen. Het was een sniper dat mij aan het vuren was. Oh, ik moet juist een wagen aan. Dat is niet de bedoeling. Oké, we zijn binnen. Ik zal nu wel wat doodgaan als ze de brug niet over geraken. Ik hoop nu wel dat een cirkel aan deze kant is hoor. Maar 15 en meer over van de 60 ongeveer, denk ik dat we gestart zijn. Oké, ze gaan dus van deze camping opkomen naar hier. Ik kan hier Augustus nog wel blijven. Ja, waarom niet? Het spel heeft eigenlijk een te grote update gekregen om nu nog risico's even te pakken. Want, ik herken de geluiden gewoon niet meer. Tied outside safe zone. Oké, dus die mannen die geraken waarschijnlijk de brug niet op een goede manier over. Dus goed. Geluiden komen van ginder inderdaad. Ik denk dat dat wat verderop is. Waarschijnlijk hier ergens. Hetzelfde huis denk ik nu nog net niet. Ah, even afwachten.
Nee, van die kleine huisjes. Oké, we zijn nog met 4 anderen. Dus 5 in totaal. Dus nog een iets of wat grote cirkel. Er zijn nog redelijk wat huizen. Maar nu gaat de helft van de huizen leeg gaan. Dus we zullen zien. De rest gaat allemaal hetzelfde doen als ik zelf. Zeg. Gewoon in een huis knallen en afwachten waar de cirkel naartoe gaat. Dat is dikwijls zo met zo'n steden. Cirkels. Ik denk dat er hier ook nog ergens in zit. Ja, inderdaad. Oké, we zullen eens zien waar de cirkel nu naartoe gaat gaan. En... Oké, nu zitten we er niet meer in. Ik zag nog juist een vest liggen. Ik denk dat we nog binnen zitten zoals. Hè. Ik kan niet verder inzoomen, maar ik denk het wel. Oké, dus daar. Wordt naar die kant toe knallen. Dat wil zeggen dat dat huisje en dat huisje allebei nog een stuk gaat binnen zijn. Hopla, gewonnen. soms moet je gewoon afwachten. Ja, de laatste schoot niet suppressed op die voorlaatste van de vijanden, dus ja. Oh. Ja, soms mag het eens makkelijk gaan ook. Soms moet je gewoon eens ontwijken. En uiteindelijk is en blijft een solospel. En soms moet je ervoor gaan en uit de weg blijven van al de rest. En blijven overleven en zien dat je als allerlaatste overblijft. En dat hebben we gedaan. Gewoon tot op het laatste overleven. Dat is de bedoeling van het spel. Hoeveel kills je nu hebt of niet, maakt in principe niet echt uit. Ik had hem gehoord in de verte en ik dacht, oké, er staat nog een muurtje tussen, laat ik gewoon tot daar gaan, stil. Want ja, de geluiden zijn inderdaad nu aangepast, maar ik dacht, ja, laten we dat even in ons voordeel gebruiken. Laten we gehurk tot daar gaan en laten we dat gewoon doen. Ik heb gedaan, hij wist niet waar het vandaan kwam, want ik heb zelf met mijn suppressed wapen geschoten. Desondanks dat mijn andere wapen beter was, maar ja, dat was niet suppressed, dus... Heb ik gewoon met mijn 9mm geschoten. Mijn MP4'ke. Goed, dat was het. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik heb het alleszins zeker gedaan. Ik ben er trots op dat ik mijn allereerste solo game, dat ik in de nieuwe update heb gespeeld, gewoon heb gewonnen. Oké, ik ga het hier wel bij laten. We hebben de overwinning behaald. We hebben tot op het laatste moment kunnen overleven. We hebben maar één persoon moeten afknallen, desondanks dat we, als we uit de boot waren gestapt, toch al beschoten werden. Nu, het is en blijft een Battle Royale game en het is de bedoeling dat we tot het laatste moment kunnen overleven en dat we de voorlaatste persoon ook nog ineens kunnen aandoen. Dat hebben we gedaan en daarmee hebben we succes behaald. Je hoeft niet altijd elke confrontatie aan te gaan of de personen op te zoeken. Als je uit de weg kan blijven van je vijanden, kun je ook je weg tot op het einde bevinden. En dat hebben we dan ook gedaan.
Vond je deze video leuk? Vergeet niet die like-button een smash te geven. En wil je meer zien over Ring of Elysium of andere video's op dit kanaal? Vergeet niet je zeker en vast te abonneren. En ik zie jullie in een van de volgende video's. The Crest, signing off.